Vandaag staan we in Weert en Weert heeft de primeur voor Hackshield, want de hele provincie gaan we kinderen cyberagents maken. We starten in Weert met de echte cyberagents Sylvia en Marlo. Ik ben Marlo Kansel, ik ben rechercheur bij het cybercrime team in Limburg. Ik ben hier met mijn collega. Ik ben Sylvia, ik ben collega van Marlo, ook van het cybercrime team. En we zijn hier vandaag met deze bus gekomen om jullie wat meer wegwijs te maken door, door de digitale wereld. Hè. Kijk, op straat vinden er een hoop criminele dingen plaats, maar je ziet de laatste tijd dat er steeds vaker ook online strafbare feiten of criminaliteit plaatsvindt. En we proberen eigenlijk jullie daar een beetje wat meer kennis van te laten nemen, omdat jullie denk ik ook wel de generatie zijn die heel veel met digitaal bezig zijn. En proberen we van jullie echte cyber agents te maken door een spel te kunnen spelen met Hackshield. En dan gaan we daar even een kahootje spelen, een quizje. Dus we gaan eerst even een filmpje kijken. Instagram, TikTok, foto's, games. Wij zijn tegenwoordig bijna constant online. En met ons ook de digitale dieven. Jouw hulp nodig. De gemeente Weert is aangevallen door cybercriminelen. Hierdoor zijn gemeenten, ziekenhuizen of bijvoorbeeld de telefoon van je opa bijna niet meer veilig. Ze worden bijna allemaal wel eens gehackt. Het is tijd dat jij, net zoals ik, in actie komt. Speel Hackshield en train jezelf tot cyberagent. Zo kwamen wij samen de digitale dieven. Ga naar www.joinhackshield.nl en meld je aan.